dames en heren, daar zijn we weer. Gelukkig weer met een aflevering van Duo Panotti. Shirley is er, ik ben er en vandaag hebben we twee gasten. Dit is... Iva. Ik ben Lito. Welkom Iva en Lita. Wat goed, wat fijn dat jullie ons komen helpen. En jullie gaan vandaag iets vertellen over veiligheid in de keuken. Wat je wel moet doen, wat je niet moet doen en hoe je moet oppassen. Ja, dat gaan we doen vandaag. We gaan beginnen. Nou, weet je wat ik nou zo leuk vind, Shirley? Er zijn ook vrouwen bij de brandweer. Hè? Als je aan brandweer denkt... Dan denk je aan stoere mannen. Stoere mannen, grote spierballen, maar mooie slanke vrouwen werken ook bij de brandweer. Tuurlijk. Kijk naar Iva. Iva, hoe kom jij bij de brandweer terecht? Nou, ik ben een meisje die niet houdt alleen van kantoorwerk. Dus ik vind het leuk om veel te doen met mijn handen en zo. Dus dan zag ik de opening. Mm-hmm. Ik zei oké, ik kwam even kijken hoe het gaat. Eerst dacht ik ook, het is alleen voor mannen met spierballen. Maar ze hebben me uitgelegd dat het meer gaat om techniek. Dus je moet een goede conditie hebben en technieken weten om de dingen te doen. En je zegt, je moet technieken weten. Wat voor technieken bedoel je dan? Technieken hoe je een slang moet vasthouden. Want als je druk hebt op de slang, dan is het heel vervelend om vast te houden. Ja. Alleen, maar als je de correcte technieken hebt, dan kan je het goed vasthouden en dan hoef je geen spierballen te hebben. Nou, eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als koken. Ik noem maar wat. Hè? Als je snijdt met een mes, moet je techniek hebben. Nou, met blussen is dat hetzelfde. Als je blust met een slang waar heel veel druk op staat, ik heb dat wel een keer gedaan. Ik ben best groot en best zwaar. Nou, ik kan u beloven, zonder techniek, ik lag 3 meter naar achter en de slang die spoot de lucht in. Dus ik vind dat heel erg goed. En ik ben ook heel erg blij dat we ook hier op Bonaire gewoon keihard vrouwen bij de brandweer hebben. Iva, ik ben trots op jou en ik hoop echt dat heel veel meiden op Bonaire zeggen, jongens, we gaan dit doen, we gaan bij de brandweer, dat hebben we nodig. Super. Inderdaad, ze zijn allemaal welkom. Iva, er zijn misschien nu jongeren hier die naar jou kijken. Heb jij een boodschap voor hun? Net zoals ik net al gezegd heb, dat brandweer is niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. Dus ik zou zeggen gewoon, bien sollicita akinang, bosnantuurte welkom, nos mysterie obi mas dame, dus ito obi great, po bosnantame bini, isi yako etrawauna de solamente pa hinde. Ik had het niet beter kunnen zeggen, Iva. Goed zo. En we gaan verder. Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigro, hè. Deze airfryer die is gekozen tot 4e airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigro Experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je... Je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Dat is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Crazy. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Lekker. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigro. De Bondigro Experience. Wat ben jij bij de brandweer en hoe lang werk je eigenlijk al bij de brandweer? Ik ben aan BKCN met interesse aan BKCN en met de maatschappij. En wat houdt dat precies in? Maatschappij? Ja. Met een kleine leidinggevende, arriba een voertuig. Met een bevelvoerder, met een netbouwde bevelvoerder. Maar met een voertuig voor maximaal 2 personen. Een incident chiquito, een kandele chiquito of een kandele mondi chiquito. Dus bij een kleine brand
Ben jij de man, zo gezegd? Ja. En ik begreep ook dat jij de opleidingen doet. Ja. Of lesgeeft. Ja, doordat ik ben maatschappij-instructeur. En als instructeur, niet per doen naar leerstaan. Juist. En wat vind je het leukste, lesgeven of brandblussen? Weet je, allebei is een goede combinatie, want wat ik doe dat in les, wat ga je in praktijk dan. Ik heb een aantal mensen rond. Oké, dus samenwerken, een combinatie eigenlijk, een combinatie, dat zeg je, vind je het leukste. Ja. Hey, en nou ja, je geeft toch les. Wil je mij eens vertellen, wat is nou het risico van een vieze afzuigkap? Want dat weten heel veel mensen niet. Branden ontstaan heel vaak in de keuken via de afzuigkap. Dus wat is nou het risico van een vieze afzuigkap? Wat gebeurt er als de brand komt in de afzuigkap? Oké, het risico is om te zorgen dat de afzuigkap te lin. Maar zo depende van wat de kusina in de kusina. Want als je een hele goede kusina hebt, hoop je vet. En vet accumuleren in de afzuigkap. En dan moet je imaginaar hoe je een vlam in de pan. Ja. En de kandela landt bij Laira, topa je vet dat je in de afzuigkap. En de kandela niet kent ook. Toen je de afzuigkap, dan moet je de kandela. Dus bij Maleu, full de kusina te pegen kandela. En dan zei je niet meer. En dan zei je dat je preferaar om het limpi. Dus eigenlijk is jouw advies heel simpel: hygiëne en schoonmaken. Zeker precies. Nou, daar kan ik het natuurlijk alleen maar mee eens zijn, want hygiëne in de keuken het is zo belangrijk. Niet alleen vanwege slecht eten en dat je ziek wordt van vieze omstandigheden en eten daarvan, maar dus ook vanwege brand. Wat Lito zegt is: door het vet op de afzuigkap kan vlam vatten. En in plaats van een klein brandje in je pan, heb je dan een grote brand in je keuken. Dus hygiëne en schoonmaken is zo belangrijk. Maar als ik dan toch een brand heb, hoe kan ik dat dan hier, hoe kan ik dat dan oplossen? Want, hoe kan ik dat oplossen? We zien ons bij semper, papa veiligheid, papa portie een kleine brandblusmiddel rond circa die onderbota in kusina. Want ze hebben geholpen in de beginfase van een kandela. Dus eigenlijk zeg je, iedereen in Bonaire, brandblusser in je huis. Ja. Ja. En hoe weet je nou wat voor brandblusser je moet hebben? Oké. Er zijn een heleboel brandblussers. Dan hebben we een brandblusser erbij. Mm-hmm. We kunnen uitleggen. Met de tenelle. Met de laga ifara, leg uit. Net zoals Lito had gezegd. Not welke brandblusser van deze ding. We moeten zorgen voor het ding letter F, zoals je zegt, vet kandelen. Kandelen die vet. Aha, maar dus elke brandblusser heeft een codering. Ja. Ja. En deze brandblusser die jij nu vast hebt, Lito? Ik zag het op een vaste stof. Ik ben bambisa kandela die palo, die zijn aan. Ik zag het op een vloeistof. Ik ben zie een lekkage die een tikje olie of algas in ging. Maar F, dat puur op vet. Dus als ik naar de winkel ga en ik ga een brandblusser kopen bijvoorbeeld in de keuken. Moet er een F op staan? Pa cucina, sigur. Zorg dat je een F hebt. Nou, helemaal goed. Ik ga meteen naar de winkel om een brandblusser te halen. Dank jullie wel. Ah, super. Dank je. Oké, we hebben een salade vegetariano. De meeste nostra pone queijo brie, tabai riba che, agora que nós cabe estar eu vou pone e queijo com nossa tabai assa. Que mais é awor, me tem de bai paner e queijo. Agora que me pôr nós só passei enkele dingen rinha pro me. Rinha pro me. Cava nós só põe dingen web. E me andi. Dê e mes Que me andi nós nota. Tu usa e mes manco nós tá usa pa. E web. Dê e panir me. Sobre eta. Eta que dá pegar na bom manco. Ik heb het niet gezien.
Ja, is dat hier dan? De laatste maand onze paneer. Ik moet een set-up en salade. De oren die kabel die set-up en salade, we gaan ze zaken dan ponen ribben salade. Awon onze bij sigi set-up en salade. We zijn vegetariaan, we hebben laba en blaadje salade dan. Pero nanta muma, anto mita bij purba sekana. Ana no kibra. Pero de mes no se asesina. Tature agua sali fiche. Con el diferente tipo de salada, la de cilantro, y tiene esa que es un brúa, porque si te queda la vaca abajo, y vamos a botar tu sorda de salada brúa, toma un precanto en claro. Ik heb een tikje di col quara. Col quara. Alsjeblieft, Shirley. Dankjewel, Sake. Ik heb een nosting wortel. Wat je heel goed ziet nu. Is bord versieren altijd oneven. Dat betekent, Shirley heeft er 3 stukjes rode kool op gedaan. 3 stukjes wortel. Vraag me niet waarom, maar het is gewoon mooier als je een oneven aantal aanhoudt. Ja. Ze gaat op pampoenen. Raspa, die men die een soort rookkost moest hier kunnen. Normalmente me gusta rocos. Vindt het er lekker uitzien, Jules? Ja, hè? Nog een tikje komkommer. Zo kort een komkommer daarmee. Sim, para nós donar nossa corte com comer mais fino possível, mora nós por traje, poner um marbolete, mais ou menos. Yeah? Agora que nós temos bem bom petan, essa aqui nós vamos fazer um tiki para o smak sali, para um tiki brown também, se nós fazer de um panche cinzeta. Porque nós vamos tirar um. Um pouco de bem bom peta dentro. Vamos ver se vira um tique brown para esse smak salim. Come on, I want a little mash of douche in this. Yeah, the class in here.
We gaan een tiki riba de salade. Nós vamos fazer um tiki cacho também, riba che. Sina, hopi, isso é um tiki. E agora nós vamos fazer um tiki alcapara. Vamos achar. Seis assim aqui. Antuco. Zilver uitjes, ciboyin, meneer en de bisa. Perfect. Een poco snima inchi, was eigenlijk het een salade, papa komen gewoon. Het is een maaltijd salade, het is een nabo, het is nutritief. Agora, me vai. Essa é queixina. Põe panche na canela. O que nós estamos é queixina. Um para dentro. Esse diz raça um rato. Hay un tiki sin de casca. Ons kistje aan de klaar. Que se me pedisse ali, né, triba e queixa, né?
Dankjewel. Oh, kijk. Airfryers. Kijk, dat vind ik het mooie van de Bondigo, hè. Deze airfryer die is gekozen tot vierde airfryer bij de Consumentenbond. Topproduct. Ben ik blij mee. Ga ik mee koken. Kunt u zien. Kijk, dit is nou wat ik noem de Bondigo Experience. Altijd is er wel wat te vinden wat je niet verwacht. Prachtig. Mooie tomaten. Weet je, je kan een bosje bloemen mee naar huis nemen, maar als je dit mee naar huis neemt, ben je ook de bom, hoor. Is ook lekker om te snacken. Gewoon lekker happen bij de tv. Broccoli, bloemkool, samen wordt dit heerlijk. Uit Peru, de chayot. Door midden snijden, noot eruit, uithollen, mais, kaas, mengen, vullen, in de oven. Heerlijk. Kortom, altijd wat te vinden hier bij de Bondigo. De Bondigo Experience. Een vrucht die ik niet ken, ben in Nederland opgegroeid, is de chayote. Oftewel de pipinella in het Portugees. Het is een beetje een kruising tussen een komkommer en een courgette. Nou, daar heb ik een lekker gerecht van gevonden wat ik voor u ga maken. Ik ga hem doormidden snijden, uithollen en een vulling maken. Maar het begint natuurlijk eerst met doormidden snijden. In zo'n chayote zit een noot, een pit. Die kun je niet gebruiken. Dus die halen we er eerst even uit. Echt zo. De rest is allemaal vruchtvlees. En dat gaan we gebruiken. Het uithollen van zo'n chayote doe je met een lepel. En eigenlijk maak je een rondje. Ik bewaar het vruchtvlees, want dat gaan we nog gebruiken zo meteen voor de vulling. Zo. De noot, of de pit, halen we er weer uit. Lito kookt heel vaak en vandaar dat hij mij vandaag even meehelpt. En hij heeft mij verteld, en dat gaan we de volgende keer maken, Lito is expert op erwtensoep, Hollandse erwtensoep. Oftewel, boontje bedden. Ja, klopt. Gaan we een keer doen, ja. Zeker weten. Dus de volgende keer dat u Lito ziet, boontje bedden op het menu. Heel lekker, lekker. Echt, hè? Lekker, ja. Ja. Zo, en deze uitgeholde chayotes, die gaan in de airfryer. En dan vraagt u af, wat loopt die man nou toch de hele tijd te roepen over de airfryer? Nou, weet u, airfryer is een prachtige uitvinding. Behalve dan dat hij sneller is als een oven, is het eigenlijk ook een beetje gezonder als bijvoorbeeld een frituur. Je kan ook prima aardappelen, frietjes, met tatahassa in de airfryer doen. En in plaats van dat je een hele bak met vet hebt, doe je er maar een schepje olie overheen. En dat is echt... Daarom ben ik zo fan van de airfryer. Het gebruiken van is makkelijk en het is allemaal wat gezonder. Ik zeg niet dat het allemaal super gezond is, maar het is gezonder. En dat is al een grote winst wat mij betreft. Nou, wat ik dus nog doe, ik ga deze invetten. Een beetje olie, een doekje, dan vet ik ze in en dan gaan ze de airfryer in. En terwijl ik dat doe, ga Lito even de paprika en de chalotjes snijden. Goh, Lito. Bij de brander hoef je niet alleen te blussen zo te zien, maar ook nog koken. Ja, je doet dat goed, man. Ik moet even mijn korpen in cucina. Ik gusta cucina. Ik zie het, want je snijdt hartstikke netjes. Ik gusta cucina, ik gusta komen. Bon, niet aan mij. Ik ook. Hey.
En als jullie in zo'n dienst zitten, koken jullie nou altijd of is het ook vaak even pizza halen en dergelijke? Of proberen jullie echt goed en lekker te koken ook? Nee, vaker koken wij. Mm-hmm. We verzamelen gewoon geld in de groep. Ja. En dan eentje gaat de inkopen doen. En dan komen ze terug. En we beslissen wel daarvoor wat we gaan kopen. Dat snap ik. Ja. Maar dat doen we meestal. En soms hebben we les of uitdruk en zo. Ja. Dan is het bijna 12 uur, er is geen tijd meer. Dan halen we meestal iets anders. Snel. Wat ook helemaal niet verkeerd is af en toe. Ja, af en toe. Maar we hebben gewoon een mooie keuken. Waarom niet gebruiken? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, precies. En ook gelukkig is dat in elke groep heb je jongens die goed kunnen koken. Dat is wel blij. Ja. Stel je voor dat er helemaal niemand kan koken. Ja, precies, dat krijg je dan. Ik denk dat heeft de leiding goed nagedacht. Ja. Per groep heb je een verdeling van de jongens die kunnen koken. En als je kookt hoef je niet af te wassen? Nee. Kijk. Dat is een regel. Wie kookt is vrij daarna. En de andere jongens die hebben gewoon lekker zitten wachten. Ja. Die moeten afwassen doen. Eigenlijk nog een reden om te gaan koken, hè? Hoe je niet afwassen. Ja, precies. Een klein stukje, hè? Ja. Oh man, dat is hartstikke mooi gesneden. Dat heb je goed gedaan. Dankjewel. Eigenlijk hoef ik helemaal niks meer te doen, jongens. Lito kan het compleet overnemen. Perfect, dankjewel. Graag gedaan. En goed. We gaan nu nog even het vruchtvlees snijden. Wat we net uit de shot hebben gehaald. En daarna gaan we de vulling maken. Ja. Kijk, dit worden natuurlijk niet zulke mooie blokjes, want het zijn allemaal onregelmatige stukken. En het geheim van mooie blokjes is dat je allemaal, dat zag je Lito net doen, allemaal gelijke reepjes hebt. En dan kun je hele mooie blokjes maken. Maar goed, dit zijn allemaal losse stukjes. Ik snij ze dus eigenlijk gewoon fijn. Maar mooie blokjes kunnen dit niet worden. Maar het is zonde om niet te gebruiken, want het is suk lekker vruchtvlees. Ik kan deze trouwens ook prima rauw eten, weet u dat? Ik ga ze straks koken, maar er is niks mis mee, kun je gewoon rauw eten. Dus je kan hem ook in de salade stoppen. Of een salade van maken. Het is een beetje crunchy. Kijk, dat is natuurlijk het mooie van het koksvak. Hè? Je komt altijd weer nieuwe dingetjes tegen. Je moet blijven leren. Dat geldt niet alleen voor het koksvak, denk ik. Voor elk vak moet je altijd blijven leren. De brandweer zegt dat je moet vak bekwam blijven. Nou ja. Het gaat eigenlijk ook op voor het koksvak, maar ik zeg je blijft leren. Dit wordt de vulling. Alleen nog een blokje kaas erbij snijden. Dat gaan we er ook doorheen doen. En de vulling is klaar. En de maiskorreltjes natuurlijk niet te vergeten. Maar ja, die hoeven niet te snijden, die zijn al klein. Kijk, ik heb nu net de groenten gesneden op de snijplak, maar ik moet ook nog kaas snijden. Dat kan ik dus niet doen, want als ik dat hele blok kaas hierop leg, smaakt de hele kaas naar paprika, uien en chayotten. Dus ik moet dat eerst even de snijplank schoonmaken of een nieuwe snijplank pakken. He, ook dat is hygiëne. Even nadenken wat het met je producten doet. Dus ik ga even de snijplank schoonmaken. Zo. Ik heb een lekkere belegen kaas. Belegen kaas heeft iets meer smaak als de jonge kaas. Heeft iets langer op de plank gelegen, zoals dat heet, om te rijpen. Ja, kaas rijpt ook. Het is niet alleen fruit wat rijpt, maar ook kaas rijpt.
Je hebt jonge kaas, belegen kaas, oude kaas. En eigenlijk houdt het alleen maar in hoe langer de kaas heeft gelegen, hoe rijper die is. Hoe belegender, hoe ouder hij wordt. Nou, belegen kaas dus. Ik heb ongeveer de helft nodig. De andere helft zet ik terug. Nou, de korst van de kaas is niet eetbaar. Die halen we eraf. En wat ik net zei, is ook voor de kaas. We snijden hem eerst in reepjes. En van reepjes maken we blokjes. Zo. En dan gaan we nu de vulling maken. Pan met een beetje olie op het vuur. Even op hoge vlam om lekker warm te krijgen. We weten wat we moeten doen, hè? Beetje water op je handen. En in de olie druppelen en dan hoor je of die warm is. Zo, ik heb mijn handen een beetje nat. Een klein beetje water in de pan. Hij is nog niet warm genoeg, want hij spettert nog niet heel hard. Nu wel. Dan gaan we groenten die we hebben gesneden gaan in de pan. Dan voegen we wat maïs toe. Ongeveer anderhalf blikje. En dat laten we even lekker warm worden. Zo, dat voelt. Doe een beetje zout erbij, Lito. Oké. Want anders is het ook zo flauw om te eten. En ik hou wel even een klein beetje smaak, dus ik doe er wat cayennepeper in. Kijk, je kan er ook een pika in doen, maar dat vind ik net weer te. Okay. Daarom kies ik nu voor cayennepeper. Oké. Het ruikt al lekker. Zeker weten. Je ziet de chayotte, de witte vrucht, die zie je nu een beetje glazig worden, zoals het heet. Dus, ja. Ik kan het niet anders omschrijven als een beetje glazig geworden. Ja. Ziet u, er komt glans op. Als er glans op komt, dat betekent dat hij aan het garen is. Hij moet dan ook niet verder, want anders laat hij al zijn vocht los. En dat is niet lekker. Dus dan gaan we even vuur laag zetten. En dan gaan we nu de kaas toevoegen. En het is dan belangrijk dat de pan goed blijft bewegen. De pan, de inhoud van de pan natuurlijk. Totdat de kaas gesmolten is. Of aan het smelten gaat eigenlijk. De kaas zorgt ervoor dat de vulling één compact geheel wordt. Zo. Eigenlijk zou ik het zo al willen eten. Oh, het ziet er heerlijk uit. Nou, terwijl Lito net aan het snijden was, heb ik de chayottes in de airfryer gezet. 5 minuten, 200 graden. Zodat ook deze gaar is. Want je kan alles eten, ook de schil. Kijk, normaal is die heel hard. En nu kan ik hem een beetje inkrijgen. Dat betekent dat hij gaar is. We gaan ze vullen, maar dat doe ik op de werkbank. Zo, de kaas is mooi gesmolten, dat zie je. Dan trekt hij draad. En dan krijg je, lijkt het net alsof er draadjes in je vulling zit. En dat is prima om te vullen.
is altijd wel een, als kok moet je wel vuurvaste handjes hebben. Ja. Want het is best heet om vast te houden. Ja, maar dat zul jij weten, want jij kookt natuurlijk vaak. Mm-hmm. En daarbij staat ook voor vuren. Je hebt een flauwe grap maken. Je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Kleurrijk. Heerlijk, hè? Mm-hmm. Dus echt zo meteen is dat een feestje op je bord. Ai. Zo. Nog twee. En die ga ik in de airfryer zetten. Nog een kwartiertje en dan aan tafel. De airfryer zei ping. Dus de chiottes zijn klaar. We gaan ze eruit halen. Ja. Kijk eens even. Is dat mooi? Echt lekker, man. Ik verheug me hierop. Heerlijk eten. Het is wel een warm kwijtje, hoor. Oeh. Iets met vuurvaste handen. Zo, dan doen we er een takje peterselie op om het mooi op het bord te presenteren. En ik zeg, eet smakelijk. Zullen wij het gewoon gezellig met z'n tweetjes gaan opeten en de rest maar... De rest laten, niks vertellen. Lijkt me een goed idee. Lijkt me een goed idee, ja. Oké, hebben we een pudding die passion fruit en ook het traga ku grismeel. Grismeel is een harinha, het is een marinfunchi. En het is een hoop douche. Je moet een pudding, je moet een papa kunnen eten. Je moet een papa kunnen eten. Dus in lugar de usar leite, je moet usar leite per pudding, je moet usar juice de parchita. E também põe na candela. Um outro cortico, nunca não larga para mão de veia ou pancho de lante. Se você pode dar a letra também. Por mim, deve baixar a farinha de frismeil tem o juice. Aqui está dry. Então, é virar maneira papa. Mesmo fora botar dry, botar assim, tem que também um tique mais pisar, não? Mira, ela começou a virar dique. Ela começou a virar dique, com Samara.
Ja. Of bakt het aan als ik weet niet wat. Blijven roeren. En de structuur hier is bom. Het is een merk van papa. Que me han dicho lo cual con mi tapa está tingriba mi receta papa a salir harina sale un tiki de más que me han dicho se pone un tiki juice más aden entonces ya está depende en marca de lo cual que voy a usar hay que lo mismo por ahí otra marca anto mi a usar esa aquí. Ik heb een structuur hier en de oren is klaar. Ik heb een vorm hier. Het is vrij. Ik heb Não sabe que é de cooling, mas sempre prometo para cheio de um escal, que botei em volta, comecei a moer escal. Agora que está volta mais fácil. Está moendo mais, volta mais fácil. E vou pôr um plastic wrap para cheio para não haja casca. Agora não se traz saus para pudim. Você põe um cup, esse é mat baker, esse aqui não tem mat baker, de suco. Blanco. Então, nós vamos pôr essa aqui tem uma quantidade de 3 partidas. Esse tamanho aqui. Nós vamos baixar e vai suco. Agora, nós vamos pôr na candela. Está dry, é hora de começar a cozinhar. Essa aqui é pulpa de partida, não por usar. Ela começa a cozinhar. Essa aqui está um dente medo, como não tem mistério de pôr em água para o maracujá com ele. Bem de medo, um cosco tamara, um cosco, lá que era com seu color. Por sua maneira, maisena tamara, mas está esse color tof. Ainda que era com seu color. Sim? Agora nós só usamos para nós pudim, está claro. E pudim está claro, agora a gente vai terminar com ele. Fica esse lacro. Agora nós vamos baixar e só o sribo aqui.
Zeg dan ons pudding die parchita. Dit waren de gerechten van deze week. Allemaal vegetarisch. Erg lekker allemaal. Probeer het eens een keer. Vegetarisch eten. Nogmaals, we eten al zoveel vlees. Verandering van spijs doet altijd eten. Lito, dankjewel. Helemaal goed. En belofte maakt schuld. De volgende keer dat er Lito ziet, maken we bootje bedden. Erwtensoep. Dit is Shirley. Dit is Lito. Ik ben Saken. Ook Iva bedankt. En tot de volgende week. Te otro mañan. Otro semana. Otro semana.